Goeiedag lieve mensen, vandaag ben ik hier met de boodschappen dus voor de nieuwe maan in maart, die dus plaatsvindt op 3 september. En ik heb dus de boodschappen getrokken uit dit dek, Manifesteren met de maan van Jasmine Boland. En een eerste boodschap die ik trok is deze. Dus het laatste kwartier in stier, wees trots op jezelf. Dus ja, de nieuwe maan die staat in maart. En maart is een teken die dus eerder onzeker is, die zich ook soms minder voelt dan de ander, die zich daarom ook vaak wegcijfert. En ja, hier wordt het dus gevraagd om echt wel trots te zijn op wie je bent. Ik zou je willen vragen, dat hoeft nu niet onmiddellijk te zijn, maar misschien na de video, om eventjes te gaan zitten. En dus om eventjes te gaan kijken naar je eigen leven. Naar het verleden en tot nu. En dus te gaan kijken naar wat je allemaal al hebt bereikt. Wat je al hebt gedaan om aan jezelf te werken. De positieve veranderingen die je hebt doorgemaakt. En dus om echt eventjes hier naar te kijken. En je zal dus echt wel zien dat er heel veel positieve veranderingen gebeurd zijn. En dat je dus ook heel veel hebt bereikt. En ja, daarvoor is ook innerlijke kracht nodig. Dus je bent echt wel een krachtig iemand die dus al deze dingen doet en al deze dingen bereikt hebt. Dus je mag echt wel trots zijn op jezelf. Dus geef jezelf dat schouderklopje en je hoeft je helemaal niet minder te voelen dan een ander. Je bent echt goed zoals je bent. Je mag ook wat meer zelfvertrouwen hebben. Dus ja, probeer dat echt te zien in jezelf en wees ook trots op jezelf. Dat is een eerste boodschap. Dan de tweede boodschap is deze. Het eerste kwartier in boogschutter. Dus geloof in je eigen geluk. Dus ja, jij mag dus eigenlijk echt wel weten dat jij het geluk verdient. Dat je het echt verdient om gelukkig te zijn. En ja, jij mag echt wel gelukkig zijn. Je mag de dingen doen die je gelukkig maken. En ja, je verdient het ook om de dingen te ontvangen die je gelukkig maken. En wat hier ook belangrijk is, is dat je dus je eigen geluk creëert. Het kan zijn dat je te maken hebt met bepaalde uitdagingen en problemen misschien, die je het leven wat moeilijker maken. Maar ondanks dit alles, kies je er zelf voor om gelukkig te zijn. Je kiest eigenlijk of je dus wilt gelukkig zijn of niet. En dat kan door echt wel te gaan kiezen voor de dingen die jij graag doet. Door ook positief te praten over jezelf, wat ik hier ook al in een eerste boodschap zei. Maar je kiest er ook voor om toch iedere dag iets te zien waar je gelukkig van wordt. Je hebt heel veel dingen om gelukkig voor te zijn. Bijvoorbeeld liefdevolle familie om je heen. Liefdevolle vrienden, liefdevolle mensen om je heen. Een dak boven je hoofd, stromend warm water uit de kraan. Lekker voedsel, lekker drank. Alles wat je eigenlijk nodig hebt om gelukkig te zijn. Vaak zien we geluk als iets groots. Bijvoorbeeld als we die relatie hebben of die job hebben. Of veel geld hebben, dan kunnen we pas gelukkig zijn, maar dat is niet zo. We hebben eigenlijk al heel veel om gelukkig voor te zijn. En als je ook eventjes naar de natuur kijkt, of naar mensen om je heen, ja, dan kan je ook gelukkig worden van de kleine dingen. Bijvoorbeeld een vogel die in je tuin zit, of een vogel die een nest aan het bouwen is. Een hond die langs je passeert, of een poes die daar zit en die zich zelf aan het likken is of die grappig aan het spelen is met een andere poes. Bijvoorbeeld ook een kind dat glimlacht. Er zijn echt zoveel dingen om gelukkig voor te zijn. En ja, er wordt van je gevraagd om daar dus aandacht aan te schenken en om ook dankbaar te zijn. En ook je te richten op de dingen die je dus gelukkig maken. De laatste kaart is deze, dus de nieuwe maan in weegschaal, weet dat er van je gehouden wordt. Dus ja, je mag dus zeker eerst van jezelf gaan houden, maar weet dat er ook van je gehouden wordt door andere mensen. Dus er zijn altijd liefdevolle mensen om je heen die echt wel van je houden,
ook al denk je soms van niet, of merk je het niet echt in hun daden, toch zijn er altijd mensen die van je houden, ook al ja, tonen ze het niet altijd. Misschien zijn ze ook druk bezig, of misschien hebben ze ook zelf problemen, waardoor ze niet altijd hun liefde kunnen tonen. Maar er zijn heel wat mensen in je buurt die van je houden. Ook het universum houdt van je. Je engelen, de lichtwezens, de overleden dierbaren die bij je zijn, de bron, de opgestegen meesters, je krachtdieren. Er zijn zoveel lichtwezens om je heen die van je houden. Dus weet dat je ook met hen kunt samenwerken om dingen te manifesteren of om hulp te vragen. Dus weet dat er van je gehouden wordt. En hou ook vooral ook eerst van jezelf. Dat is ook heel belangrijk. Zo, dit waren dus de boodschappen voor de nieuwe maan in maart op 3 september. Ik wens jullie een hele fijne nieuwe maan toe. Dankjewel voor het kijken, voor het liken, voor het reageren en voor het delen. En ik zie jullie graag terug in een volgende video. Daag!